Ja, 4 januari. Ja, sorry. Gisteren had ik ook een filmpje, maar dat was zo vreselijk donker. Ik was weer te laat natuurlijk. Dus die heb ik maar niet neergezet. Dus dat doe ik even overnieuw. Ja, sorry Kar, ik loop nog steeds op mijn blote poten door het huis. Want hier is het wel lekker. Ik zag dat het in Benferri, ja, dat is een metropool in het zuiden van Frankrijk, ongeveer bij Alicante. En daar is het 's nachts toch koud. Een graadje of 6. Hey, boer op. Ik ga even de kerstboom laten zien. Het is ongeveer net zo koud als bij ons. Maar goed, kijk, we hebben een kerstboom. Dit is een Nordic Walker of zo, hoe heet zo'n ding? Nou, weet ik veel. Maar goed, ik denk niet dat hij het redt. Maar we gaan het proberen. Ja, ik wou ook even laten zien dat ik dus van die vogeldingen heb opgehangen. Ik ben nu dus vogels aan het voeren. Ik heb er nog geen vogel op gezien. Hey, mijn schuur zit open. Dat is niet goed. Goed dat we... Nou, kijk, dat hek, dat gaat ook ineens weer dicht. Ja, sommige dingen lossen zichzelf op. Even denken. Oh ja. Waarom staat het nou open eigenlijk? Ja, goed, ik heb dus duidelijk voerplekken opgehangen voor de vogeltjes. Nou, er is nog geen zaadje uit en nog geen pinda ook. Dus ik heb niet het idee dat ze erg veel trek hebben. Dit had ik laten zien, hè? Ja, precies. Nou, hier is dus echt nog een klote gebeurd. Het licht gaat wel aan en uit. Dat is weer even mooi meegenomen. En sluit hij ook niet goed dan? Ja, die sluit toch redelijk. Nou, en weten jullie nog dat ik zo liep daar klootviolen met dat licht? Dat ik iets niet kon dimmen en dan weer wel kon dimmen enzovoort. Nou, ik heb het bewuste apparaat uit elkaar gehaald. Ik heb het donkerbruine vermoeden dat ik weet wat er mis is. Die sluit ook lekker. Befkens. Hij heet eigenlijk Berkfans, maar ik noem hem maar Befkens. Je bent liefhebber of je bent het niet. En die heeft de kosten opgenomen voor... kijk, daar is een vogeltje doodgevreden. De kosten opgenomen voor het hek hier. Dat gaat dan van hier zo daar naartoe. Het eind van het paaltje. En dan achter de taxis langs. En dan komt hij ongeveer daar bij het houten paaltje uit. En dan gaat hij rechtuit en dan de bocht om. En toen, en dan is het klaar. Het kost €850. Nou, dat vond ik nog wel meevallen. Nou, toen kwam hij hier ook voor een poortopener, schuine streepsluiter. En de goede vriend die pakt dit touwtje op zo. En hij zegt van, dat zijn maar 3 aderen. Jullie zien er maar 2, maar die mantel is ook een ader. Dat is niet goed, dat moeten er 4 zijn. Nou, toen stond ik alweer met mijn goede gedrag. Ik zeg, man, dat kan toch niet? Ik ben altijd een beetje eigenwijs. En het komt voornamelijk... Als ik denk van leren wat een hoop werk gaat me dat weer kosten. Dus ik was even stront eigenwijs. En hij belt me een uurtje later op. En toen zei hij, met 3 kan het ook. Mooi zo. Ah, gelukkig. Ja. En een ander systeem. Met een laagspanning. Nou, daar ben ik zo'n al een beetje blij mee. Ik zal de deur even dicht doen, want het is nogal koud buiten. Voor je het weet, is het hier net zo koud als in Benferri. Nou, en toen... wat is dat dan? Ah ja. Toen heb ik dat ding opengemaakt, die dimmer. Nou, als je goed kijkt, heeft de helft van dat ding in de fik gestaan. Ik kan me niet voorstellen dat het door mij gekomen is. En het rare is dat deze is dus hartstikke verbrand, die. Maar hij werkt wel. Die doet het niet. Die heb ik nog niet getest. Die ook niet. Maar je zou toch zien, denken... Omdat ze er nog zo gaaf uitzien. Dat die het wel doen. Ja, raar hè, die doet het. Ik snap er niks van. Dus ik ga me eens even uit elkaar slopen. Daar ben ik goed in. In elkaar zetten is altijd een stuk lastiger. Maar ik ga toch eens even kijken wat er mis is. Nou, verder nog wat? Verder nog? Nou, nee. Verder heb ik niks. Dus jongens, prettige dag, zou ik maar zeggen. Houdoe.